De macro-economische uitdagingen die we sinds 2020 ervaren moeten een les zijn voor de toekomst, zegt minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in een interview met onze nieuwsdienst. Ramdien benadrukt dat wanneer regeringen leningen nemen, zij hun verplichting moeten nakomen om terug te betalen. Wanneer regeringen onzorgvuldig omgaan met leningen, wetende dat zij deze niet kunnen aflossen, zal de samenleving problemen ervaren, meent de bewindsman. De BUSA-minister zegt ingenomen te zijn met de schuldherschikking met China. Het maakt niet uit welke regering het is. Als staat Suriname gaan we de leningen aan en als staat Suriname gaan we moeten betalen. Dat betekent ongeacht regeringen. Maar we kunnen niet onzorgvuldig ermee omgaan, gewoon leningen blijven nemen, wetende dat we het in de toekomst niet kunnen betalen. Dat is een belasting voor de samenleving, voor elke burger. Maar gelukkig, we hebben dat traject nu afgerond. Dat is één voordeel, macro-economisch. We hebben ook gewerkt aan een balanceren van de nationale financiële huishouding, dus onze inkomsten en uitgaven. Het is niet makkelijk geweest. We weten dat er veel geld werd geleend om lopende uitgaven te financieren. De bewindsman geeft verder aan dat de regering op verschillende fronten heeft gewerkt aan het stabiliseren van de macro-economische situatie van het land. Als voorbeeld noemt de minister het terugbrengen van begrotingstekorten, het stabiliseren van de wisselkoers en het niet afnemen van leningen om salarissen uit te betalen. Iedereen is tevreden met de successen die op dit front zijn geboekt. Wij willen daarmee voortgaan, omdat dat het fundament is waarop je die samenleving verder moet opbouwen. Eén belangrijke prioriteit zal zijn voor deze komende periode is de kwestie van productie opvoeren. We hebben verschillende fondsen opgezet om de productie te stimuleren en dat zal leiden tot meer inkomensgeneratie, dus inkomensverwerving. En dan daardoor heb je waarschijnlijk ook meer export en dat kan alleen maar weer de economische situatie verbeteren. De minister zegt dat al met al er een positieve macro-economische situatie zichtbaar is in Suriname, waaraan er verder gewerkt moet worden.